Katrijn begint aan een nieuw hoofdstuk. Ze volgt een project Werkplek leren voor housekeeper-medewerker van de VDAB. Werkplek leren is een leerroute waarbij je aldoende leert. Hallo Katrijn. Hallo. Hallo. Wij zijn... Hoe gaat het? Goed. Valt het mee? Valt heel goed mee, ja. Heb je problemen ergens mee? Ja, ik denk dat er een paar glazen tekort zijn. Samen met Hilde, de instructrice, leert Katrijn alle kneepjes van het vak direct op haar toekomstige werkplek Vakantiepark de Vossenmeren. Oké. Schrijven jullie op een bon? Ja. Wat de rest nog iets? De cursisten krijgen dus uitleg in de bungalow, de manier waarop zij moeten gaan werken, de werkvolgorde die zij moeten volgen, de producten waar zij mee moeten gaan werken en wat zij verder nog moeten opschrijven aan klachten of te weinig iets is of te veel er iets is aanwezig in de bungalow. En dan gaan die cursisten dat dus zelf doen in de bungalow. En moeten we niet schuren? Nee, je moet helemaal niet schuren, want we zetten dat product dus nu in, zodoende dat dat kan inwerken, zodoende dat daar nu de kalk en het vuil gaat beginnen oplossen. En wij stellen ook vast dat de mensen één keer als ze de opleiding hebben in dienst treden, dat ze eigenlijk veel sneller weg zijn met het werk. En wij merken nu al dat de mensen veel contenter zijn, ze zijn beter opgeleid en ja, ze zijn met veel meer passie dat ze eigenlijk hun job doen. Het is dus niet zomaar, schoonmaken kan iedereen schoonmaken, dus het is een professioneel vak waar je ook kunt leren en waar je nog heel veel van bij kunt leren om zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk en zo goed mogelijk kunnen schoon te maken. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik had er eerst wel een beetje bang voor, maar nu eigenlijk helemaal niet meer, omdat we die opleiding gehad hebben en heel goed begeleid zijn geweest.